Sportclub Cambuur slag de Juwet op een ei net in de eerste overwinning te pakken. Thuis tegen FC Greens werd het 2-2. Troch het liekspul het de ploeg van trainer Henk de Jong nou 7 punten uit 12 wedstrijden. Aan de ene kant kan ik zeggen een stukje teleurstelling. Aan de andere kant, het voetbal was goed, het begin was goed. Twee goals waren goed, het druk zetten was goed. Dus in dat opzicht was de eerste helft heel weinig aan de hand en hebben we gewoon goed gevoetbald. Dat je op die manier een 2-1 tegenkrijgt, mag niet gebeuren. Ik denk dat we dan sterker moeten zijn. Het was niet een hele fantastische aanval, ook niet een strakke voorzet. Dus dat duel moeten we winnen. Gebeurt helaas niet. Ja, die tweede goal dat is wel weer een hoofdstuk apart. En dat is... dat is heel, heel bijzonder. Ja, nou ja, even dan die tweede goal van hun er even bij pakken. Ik dacht het is 3-1. Dat dacht al ik. Al wisten ze al dat het moet een spul weer. Nee, een andere 10.000 man dachten dat ook, denk ik. En dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, de grens die vlagde niet naar mijn idee. De scheids die wees naar het midden. Dus was groot feest. Ik bedoel, de keeper van hun die krijgt nog een gele kaart voor protesteren. Dus ik denk, nou, dat is allemaal prima. Op een gegeven moment zie ik die keeper die bal neerleggen en verder voetballen. Ja, dat is zoveel onduidelijkheid. We staan nog met z'n allen, naar mijn idee, bij de zijlijn. En zij mogen verder voetballen. Dat is heel bijzonder. Als er zoveel onduidelijkheid is, dan moet je, denk ik, goed aangeven wat er aan de hand is, wat er gebeurt. En van daaruit verder voetballen. En wat kun jij weer tevreden zijn over jezelf? Want jij pakt de punt voor je ploeg, hè? Antonie alleen. En dan is het wachten. Dat is een spel, hè, tussen een keeper en aanvaller. Ja, klopt. Voor mij is het de zaak om denk ik zo lang mogelijk te wachten. En te wachten wat hij gaat doen. Hij moet de keuze maken en ik niet. Hij maakt een keuze en daar reageer ik op. En ik denk dat ik hem goed pak en de ploeg op de been hou. Ik vind dat we ons publiek waar voor een yield, Jona. En dat we vorige week een dikke vee gaan. En dat we alle masses... Ja, daar ben ik al machtig leuk om geweest. En dan komt er een rare taal uit, hè, uit die buurt waar ik bij kom. Maar die jongens dan dit zo doen en zo starten, ja, is gewoon geweldig. We kunnen het net helemaal volhouden, maar dat hier kan ik wel verwachten. Maar toch vond ik dat we in het laatste wel wat waarom komen. Dus ik vind eigenlijk een heel groot compliment voor de ploeg. Ik denk dat het publiek een prachtige wedstrijd had. En spannend en net altijd even goed, dat weet ik wel. Maar dat zal eerst ook net zo worden. Maar op deze manier mijn graan en voetbalje. Leuk. Sportclub Jereveen het juist de uitwedstrijd in FC Twente met 4-1 woen en klimt daar terug op naar de middenmoot.